Ze lopen hier allemaal met paraplu's. Maar het regent helemaal niet. Het heeft wel geregend, maar nu is het droog. En volgens mij was de regen die er viel gewoon een heel klein beetje miezer. Nou ja, ik weet niet waarom ze allemaal met paraplu's lopen, maar... Ja. Ik vind het wel lekker voor de verkoeling, want het is best wel warm hier in Tokio. Ik denk dat al die warmte in de stad blijft hangen. En het is best wel luchtvochtig ook, vind ik, merk ik. Jij hebt er minder last van. Vind je wel? Ja, ik vind dat vorige keer ook. Maar ik heb daar last van, want ik ga snel zweten als het wat luchtvochtiger is. Dus. We zijn weer bij Hachi. We hebben een fotootje gemaakt. En hier achter mij is een Hello Kitty treintje. Leuk, 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 leuk. En we gaan nu Shibuya Crossing oversteken. Shibuya 109. Yay! Hier achter mij kan je uit die leuke roze vendingmachine een Shibuya 109 en een Shibuya Crossing souvenir kopen. Ik ging shoppen bij Soyuz, want dat is het enige plus-size-merk wat ik hier ken met wel coole kleding. En ik heb twee dingen gekocht. Yay! Trouwens, met kleding passen een zak over je hoofd, geen grap, zodat er geen make-up aan de kleding komt. Die sushi komt hier dus op de band zo voor en dan stopt hij bij je en dan kun je hem eraf pakken en dan moet je knop drukken dat je hem hebt gepakt en dan gaat dat ding zo weer weg. Maar die sushi zijn echt enorm. Oh,
kan hier trouwens gratis gewoon je eigen matcha theetje maken. Dan hebben ze een poedertje. Dan kan je een lepeltje van in je beker doen en dan heet water erbij doen. Dat is gewoon gratis. Je kan altijd bij elk restaurant krijg je gewoon gratis water bij eten standaard. Dus dat is wel heel chill dat ze dat hier hebben. Dan hoef je bijna nooit drinken te bestellen en dat scheelt gewoon geld. En het is beter als je water drinkt. Okay, als je klaar bent moet je je bordjes opstapelen. En elk bord heeft een kleur en dat is een prijs. Volgens mij. Ik weet niet zeker. Volgens mij wel. Bordjes hebben wij. En dan nog patatjes erbij en drinken. Sushi op. Dat was wel heel lekker. Wel heel veel. Het vult echt enorm. Het is ook niet de sushi die je in Nederland krijgt. Dus ja, het is hier veel groter gewoon. En vullender. En lekkerder. Nou ja, het valt mee. Het is wel lekkerder, maar het is niet mega verschillend. We gaan nu even rondlopen, maar het regent. Dus ik sta hier in mijn t-shirtje in de regen. Ik heb wel een jasje bij me, maar ik vind het heel warm vandaag. Dus even kijken wat we gaan doen. Maar wat ik er ook nog bij wil zeggen is dat Genki Sushi, waar wij hebben gegeten, is een wat goedkopere sushi tent. En daar hebben ze wat meer van de mainstream sushi en westerse sushi. Ik had bijvoorbeeld tempura chicken sushi. Dus dat is gefrituurde kip sushi. Nou, dat vind je echt niet in een ander sushi restaurant in Japan. Het is hier heel erg de traditionele sushi, vooral nigiri's. Met echt gewoon rijst en vis en dat is het. Heel simpel. Dus dit is wat meer westerse en raardere keuzes. Ze hebben bijvoorbeeld ook een cheeseburger, nigiri. En het is goedkoop. Ik wil graag dingetje. Nee, hij staat niet leuk. Ik heb hem opgedaan. Maar hij is zo schattig. Ik zei vanochtend, trouwens echt, ja, je kan dagen in de Shibuya 109 lopen. En wij zijn er gewoon in 2 uur vandaag doorheen. Dus het valt ook wel weer mee. Vorige keer was het heel druk. Misschien dat we daardoor heel lang daar waren. Nu was het erg rustig. We waren er ook iets over 10 en het gaat pas 10 uur open. Dus nu lopen we verder door Shibuya. Gaan we hier lekker rondlopen. Coca-Cola Clear gevonden. Dus die gaan we nu proeven. Smaakt naar kindercola, maar wel met drink. Weer terug in het hotel. En we hebben weer even een power napje gedaan. En nu blijven we een avondje in Shinjuku. En dan gaan we lekker burgers eten bij onze favoriete burgertent hier. En
naar de Taito Arcade. Taito Game Station. Is dat het hier 21 graden is vandaag en mensen lopen in een trui of zitten hier in een trui en in een pak en zo. En dan staan er van die heaters aan, maar echt veel ook en vol vlammen, zo warm. En ik heb het al zo bloedheet hier en het is ook veel luchtvochtiger dan in Nederland. Moeilijk, maar ik mag niet klagen want ik ben hier. Ik had dus mijn burger besteld en ik had gezegd ik wil chili cheese fries in plaats van gewone. En toen kreeg ik dus eerst een bord chili cheese fries. Toen dacht ik al, volgens mij snappen ze het gewoon niet helemaal goed. En krijg ik straks ook nog patatjes bij mijn burger. En ja, dat is dus zo. Dus ik heb nu een heel bord met chili cheese fries en nog patat bij mijn burger. Dat is veel te veel. Maar ja, dan eet ik het maar gewoon niet. Ik heb als toetje een milk tea besteld met tapioca. Bij dit schattige tentje waar iedereen in de rij stond. Ik heb een brown sugar tapioca matcha milk tea. En hij is heel lekker. I love the matcha in it. Wij gaan naar de Taito. Taito. Ja, ik laat me altijd elke arcade binnenzuigen die ik tegenkom. Want ik vind het heel leuk. Yeah! Is naar links en naar rechts weer zo, hè? Ja. Wij zouden maar nog invallen. Ja. Ik heb mijn Kirby! Hij is zo cute! En ik heb hem nu eigenlijk ja, voor 5 euro, maar ik had hem in mijn vierde grijp. Dus, maar ik had er 5 euro in gedaan. Of althans 500 yen, dat is iets 4 euro of zo. Dus. Cutie patootie!